Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Anjani. Ik zit in de auto. Ik heb zometeen 3 boekingen. En ik wilde even vloggen voordat ik zou gaan rijden. Ik heb van de week van die drinkmaaltijden gekregen van Y-Food. Dat zijn deze. Ze waren benieuwd wat ik ervan zou vinden. Dus voor zo'n dag als vandaag is het inderdaad handig. En ik ga op zodat ik het lust. Want ik heb er dus 5 en dan kan ik dit de komende dag als ontbijt drinken. En ik heb nu de cold brew koffie. Ik ga die even proeven. Het is een beetje cremig. En het smaakt naar koffie, maar deze vind ik dus wel lekker. Zit er volgens mij, wat staat erop? Aan mijn neus loopt helemaal van het lopen. Een complete drinkmaaltijd gebalanceerd met 26 vitamine en mineralen. Hoog eiwitgehalte, vezels, lactosevrij, glutenvrij en zonnetoegevoegde suikers. Gekoeld het lekkerst. Goed schudden voor gebruik. Eenmaal geopend. Koel bewaren binnen 24 uur consumeren. Oh, er zit dus halfvolle melk in. Melk, eiwit. Kokosmelk. En glutenvrij havervezel. En nog wat meer dingen. Maar zo ziet het eruit. Het is 500 milliliter. En ik ga kijken of ik dit nu kan opdrinken. Goedemorgen. Het is weer een week verder. Mijn haar is helemaal ontploft. Ik moet het vandaag wassen. Er zit volgens mij droog shampoo in en ik heb het een paar dagen geleden getoupeerd, vandaar dat het zo uitziet. Het is zaterdag, 11 juni vandaag. Het is super mooi weer. Het is nu 9:50 ochtends en ik ga naar Den Haag. Ik heb daar een boeking, 2 personen. En dan ben ik vrij. Ik ga nu even zonder make-up erheen en ik heb dit pakje aan. Dit heb ik laatst bij Pink Diamond gekocht in Osdorp. Er zit een bijpassende broek bij. En ja, ik ga er nu heen. Ik ben klaar met werken en ik ben nu even langs de A4 gestopt omdat ik nog honger had en omdat ik een nieuwe verslaving wilde halen. Ik haal nu steeds een white mocha frappuccino bij de Starbucks en ik heb slagroom op en ik heb net een broodje laten maken. Ik heb een broodje met caprese laten maken daar zo. Maar ze wist niet zo goed wat er allemaal op moest, dus ik heb zoveel dingen gedaan. Maar er zit mozzarella op en gegrilde groenten en zongedroogde tomaten en rucola en pesto saus. Ik hoop dat die lekker is. Ik wil jullie trouwens ook nog even mijn nieuwe slippers laten zien. Ik heb nu slippers van Steve Madden en het is precies mijn huiskleur. Ik vind ze zo mooi. En ze lopen ook echt lekker. Ik ga even mijn broodje even proeven. Er zitten ook gekleurde sherry tomaten op. Ik vind het zo lekker weer. Het is echt lekker. Nee, waarom is mijn chips zo hard? Trouwens, als je me al langer volgt dan vandaag of kent, weet je dat ik altijd plastic rietjes in de auto heb. Dus ik haat die papieren rietjes echt. Ik vind het zo vreselijk drinken. Dus ik heb mijn eigen rietjes. Ik heb er de slagroom op en meestal eet ik het een beetje ervan af. Zie je? Ik had hem gisteren bij Rembrandtplein gehaald bij Starbucks daar. En die was niet zo zoet. Maar deze, ik heb het idee dat ze ook meer witte chocola of zo. Oh, je hoort helemaal niks meer. Dat ze meer witte chocola hierin zetten. Deze is echt zoet. En het broodje is echt lekker. Nu kan je het beter zien. Met die groenten. Het is voor mij best gezond wat ik nu aan het eten ben. En ja, die zongedroogde tomaten hebben wel veel olie natuurlijk. Ik ga niet wachten tot de dag dat je langs de tankstation kan rijden en dat je gewoon met z'n halal kip hebben en zo. Dat je gewoon al die lekkere dingen die ze hebben, dat je dat ook gewoon weer kan eten. Ja, dit is ook lekker, maar ik ben wel, ik hou wel van mijn vleesjes. Met het pakje heb ik daar laatst mee gevlogd. Ik krijg echt veel complimenten over. Het zit echt lekker met het werk zo. Er zit ook een broek bij die erbij hoort.
Het zit echt lekker. En het zit ook gewoon mooi. Ook als ik gewoon werk of als ik naar kantoor ga. Ik ben weer thuis. Ik ben me nu aan het klaarmaken. Want ik ga zo naar P60 in Amstelveen. Vanavond is Bollywood te maken. En ik maak Rittik altijd op. Zij organiseert het feest. Dus ik moet alleen even mijn haar feunen. En dan ga ik naar de locatie om haar klaar te maken. En ik neem jullie mee vandaag. Ik heb nu mijn haar gefeund. En ik heb mijn extensions ingedaan. Ik heb nog niet mijn haar gekruld. Dat ga ik daar doen. Ik moet zo meteen naar het huis. En dan... het is niet zo ver van hier. Ongeveer 13 minuten rijden. Dan... zijn wij rond 10 uur klaar. En dan heb ik even tijd. Maar weet je, de meeste mensen zijn toch niet om 10 uur. Dus dan kan ik even mijn haar doen. Ik heb ook geen wimpers opgedaan. Want ik ben een beetje moe. Ik denk dat mijn ogen me echt gaat irriteren. Oh, ik ga even laten zien wat ik aan heb. Deze hakken ga ik denk ik meenemen. Deze heb ik bij ASOS besteld. Het zijn van die clear heels. En dit jurkje heb ik van Shein. Ik had hem ook in het beige. Je zit niet echt in het donker. Maar het is gewoon een heel simpel, schattig jurkje. En heb ik deze aan. En ik neem wel slippers mee om zo te werken. Want ik kan niet in hakken werken en opmaken. En ik heb mijn sieraden vast om. Dit is de goal. How many need to do another shot? Ik heb net redelijk... Mooi, hè? Ja. Kan je look in de camera? Ja. Wat is in mijn lijf? Gaan filmen? Mm-hmm. Film dit. Eten. Kai gaat Bali Puri eten. Oeh, mag ik jou ook filmen of niet? Ja, moet je de vodka shot. Ik had zo honger. Ja, echt. En nu ga ik lekker eten. Dat is niet de regel. Doe een vodka shot. Nou, je hebt vodka Bali Puri in daar. Mmm. Deze vlog is echt een verzameling van verschillende dagen. Het is vandaag zondag 19 juni. Ik kom net uit Limburg. Ik was met mijn ouders, want die hadden een huisje in Stevensweert in Limburg. En vandaag waren we naar de outlet in Roermond gegaan. En daar heb ik iets gekocht. En dat ga ik even aan jullie laten zien. Ik heb bij Jimmy Choo heb ik nieuwe sneakers gehaald. Die ga ik even met jullie unboxen nu. Uiteraard een hele mooie dustbag. En geen idee wat erin staat, maar die erbij. Deze gehaald. Ik deed ze aan en ik vond ze echt heel mooi zitten. Ik ga ze zo even aandoen. Maar als je hier kijkt, zie je dat ze een beetje suède hebben. En een witte zool. Ik ga ze even aandoen. Wat is het donker. Ik moet eigenlijk even... een handjurkje aan met de blazer. Maar ik vind ze echt ja, heel mooi. Ik ben heel blij dat ik ze gekocht heb. Oh, nu ben ik ingestopt. Ik ben echt zo moe. Ik ben zo moe. In Roermond heb je sowieso natuurlijk items met korting. Maar vandaag was de sale ingegaan. Dus er was echt extra korting. En soms had je bijvoorbeeld bij een winkel al de normale... lagere prijzen. En dan gingen vandaag nog 30% daarbovenop. Dus deze heb ik bijna voor de helft van de prijs kunnen kopen. Dat vond ik wel meevallen. Ik heb trouwens ook andere nieuwe sneakers. En dat zijn deze. Dat ga ik even laten zien. Ja, dit zie je nu niet. Maar overdag, oh hier. Overdag zijn deze echt heel mooi beige. Dit zijn de tracks van Balenciaga. En deze had ik vandaag aan. Het is ook echt heel mooi. Wat ik trouwens ook nog wilde laten zien. Ik had het begin van deze vlog. Had ik van die drinkmaaltijden gedronken. En ik zou nog even doornemen wat het allemaal in zat. Dus ik ga eens even erbij pakken. Ik
Oké, dit is een beetje gevaarlijk. Maar deze maaltijd is dus van Y-Food. En wat stond er nou? 26 vitamine en mineralen, hoog eiwitgehalte en vezels. Lactosevrij, glutenvrij, zonder toegevoegde suikers. Tot wanneer zijn deze houdbaar? Oh, tot 8 oktober 2022. Dus ik heb ze nog even. Dit is Happy Banana. En ik heb ook nog Classic Choco. Crazy Coconut. En dit is Smooth Vanilla. En ik had volgens mij... Die heb ik ze naast elkaar. Volgens mij had ik laatst met koffie gedronken. Die was wel lekker. Dus ik heb een paar verschillende smaken. Ik heb hem trouwens vorige keer niet opgekregen, omdat ik best wel snel vol zit ervan. Maar dit was mijn warme vlog, denk ik. Ik denk dat ik hem nu ga afsluiten. Ik zie jullie weer bij een volgende video. Als je het een leuke video vond, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Als je vragen hebt over de maaltijden van Y-Food, stel ze dan gerust hieronder. Ik zal ook nog even de website linken, zodat jullie zelf meer informatie erover kunnen vinden. En ja, ik zie jullie graag bij een volgende video. Doei!